Hi. Meneer Keuk, bent u er? Ja, goedemiddag iedereen. Ja, het is bij ons avonds. Goedenavond, goedemiddag. Nee, het is nog geen avond hier. Het is pas 3:30. Ja, maar hier wel, hè. Maar oké, maakt niet uit. Dank u wel. Hoe zit het met u, meneer Keuk? Laat me zeggen, we moeten doorgaan. Ja. In haar keus. We moeten doorgaan. Ja, oké. Je mag gewoon zeggen Samuel, hoor. Voor de nee, is goed. Meneer Keuk, kunt u zich even voorstellen aan onze luisteraars? Goedenavond iedereen, mijn naam is Samuel Keuk. Ik ben 48 jaar jong. En ik heb een roepnaam Slimmy in Paramaribo, in Suriname, in het buitenland. Omdat ik gedreven ben om met innovatieve ideeën te komen. En die ideeën niet alleen maar te hebben om mee te dromen, maar om die ideeën werkelijkheid te laten worden. Ik heb een heel klein gezinnetje in Suriname. En ik probeer een intrinsieke bijdrage te leveren aan de opbouw van de Republiek Suriname. Ja. Oké. U geeft het heel mooi aan. U probeert een intrinsieke bijdrage te leveren aan de opbouw van Suriname. We weten dat u bezig bent met experimenten, bio-industrie, van plastic. U maakt daar olie van. U vraagt om ontlasting, want u wil de ontlasting omzetten, ook in energie. Kunt u daar iets meer over vertellen en ook over de medewerking die u ontvangt van overheidswegen, voor zover dat aanwezig is. En ik wil straks ook even stilstaan bij het bouwen van betaalbare woningen, want dat is ook een ander initiatief van u. Het is namelijk zo, in 2018... Eigenlijk vanaf toen 2014, toen de economie een val begon te maken onder leiding van een regering Bouterse Amirali. Bij die eerste grote devaluatie, daar begon de schoen te knijpen. En omdat ik een achtergrond heb in biotechnologie, heb ik gezegd, weet je wat, je kan niet blijven aan de kantlijn blijven staan. Wil je een bijdrage leveren, moet je ook iets gaan doen met wat je hebt geleerd en hebt gestudeerd. En zo begon ik dan heel kleine stappen te maken. Omdat ik ervan bewust was dat een keertje Suriname richting renewable, duurzame hernieuwbare energie moet gaan. En mijn gedachte ging meer uit naar het binnenland. Omdat de stadsmensen een vrij goed leven hebben. Omdat iedereen leeft gewoon erop uit los. Op uit los in de stad. Dus mijn gedachte ging uit. Dus zo begon ik heel langzaam aan een concept te werken. Je moet een concept hebben. Waarom vele bedrijven het vaak niet halen in Suriname, omdat dat ze ook niet is geleerd, is dat je moet piloten. Je moet gaan kijken naar de pros en de cons, waar de schoen knelt. En je moet je leermomenten gaan opbouwen en kennen. Nou, in 2018... was er een oproep van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Oké, en onder leiding van regering Bouterse 2. Dat was Bouterse Adin. En ik ben geen Boutis, maar ik heb heel eerlijk mijn proposal ingediend. Ik heb hem geschreven en ik werd opgeroepen voor een pitch, voor een gesprek en om te praten over het project. En de IDB vond het heel, heel goed. De IDB zag er iets in, de Amerikaanse Ontwikkelingsbank, en dit moet u wel vasthouden, omdat dit straks een staartje gaat krijgen, hè. De Amerikaanse Ontwikkelingsbank zag in een Surinamer iets waarvan zij dacht of denkt dat die voor de toekomst van Suriname soelaas zal bieden. Ja. Ik heb in 2019 gehad van, terwijl ik geen dit moet u ook vasthouden, ik was geen Boutist, hè. Ik had geen affiniteit met de NDP, maar de toenmalige minister van NDP, van de NDP-regering, Stephen Chang. En zo ziet u hoe een Chinees denkt, hè, als ik het zo plat mag uitdrukken. Een Chinees ziet in de toekomst. En hij riep me en hij zegt, Samuel, je hoeft geen NDP'er te zijn. Je hoeft de regering niet gezind te zijn, maar dit wat jij doet, ik zie de toekomst van Suriname hierin. En dat ga ik blijven ondersteunen. En ik mag u zeggen, de Amerikaanse Ontwikkelingsbank heeft mij toegekend in 2019 het eerste bedrag van 97
$7,500 Amerikaanse dollar. Heb ik gratis gehad. En daarvan heb ik een project neergezet op Mata. Een biogasproject waar wij afval van een recreatiecentrum hebben omgezet. Een septic tank. Omdat daar, u moet nagaan, de zuigperswagen, Brumberewagi. Oké, dus die auto, die truck die fecaliën moet ophalen, de fecaliëntruck, kan niet rijden naar Mata. Want daar, stel je zich voor, als iemand daar een septic tank moet opruimen, betaal je een paar honderd euro's, hè. Niet een paar honderd SAD, een paar honderd euro's ben je kwijt. Dus, zo ben ik begonnen met kindertehuizen, om die septic tanks, die fecaliën, die zo belangrijke fecaliën wat wij hebben gehad van onze schepper, omdat toen hebben de inkassen het ook gebruikt. Waarom dacht u dat ze heetwaterinstallaties hadden? Ze maakten grote vakken in die stenen rotsen. En daar werd die fecaliën gefermenteerd en er werd gas gegenereerd. En nu kunnen wij dat ook doen, 2023. En ik heb dat gedaan met kindertehuizen, met recreatiecentra. En de IDB vond het zo geweldig, dat ze mij gewoon een keertje belden. En zeiden van, jongeman, luister nou, meneer Skuik, luister. Dit is gewoon top wat je doet, we hebben nog wat geld over. Dat, luistert u wat die Amerikanen mij vragen? Wil je die? Dus die mannen bellen je om je te vragen of je niet 1 of 2 of 100 of 1000, een paar 10.000 US nog wil. En ik kreeg nog eens een keertje van minister Stephen Chang $55.000 US dollar geld, die ik nooit meer terug hoefde te betalen. Het was een grant om innovatie, hernieuwbare energie, iets wat iedereen zit te fitten op EBS en staatsolie. Ja. Maar die hernieuwbare energie is die kennis en kunde die we hebben of die we kunnen aantrekken om Suriname op die manier te ontwikkelen. En ik heb het succesvol gedaan. En dat staartje waarover ik het had is, dan vanmorgen las ik het nieuws op een social media, site, waar deze domme man, de minister van ROM, Ruimtelijke Ordening en Milieu, zegt dat Suriname geen enkele deskundige heeft op biogasgebied. Wel, ik kon er bijna kotsen van. Ik vroeg me af of ik woon in de Kahalari, terwijl ik woon in Suriname. En deze man, maar er is een antwoord hierop. Ja. Het is me ook opgevallen dat deze minister, terwijl Suriname te kampen heeft met een rattenplaag en er ongebreidelde chemicaliën worden gebruikt in de rijstvelden, waarvan men volgende maand een najaarsoogst zal doen en die rattengifrijs zal afzetten op de markt. Dat heb ik mezelf aangeboden aan directeur Jairam van LVV. En dan komt de minister van LVV een paar dagen daarna in de media om te zeggen, Suriname heeft geen deskundigheid om de rattenplaag te bestrijden. Dus hier zie je iets, heren, hier zie je iets belangrijks. Ja. Je ziet iets wat vooruitkomt uit de 48 wetten van macht. En wat zijn de 48 wetten van macht? Hou jouw volk dom. Hou jouw volk, eigenlijk hou jouw volk, maak je volk afhankelijk in plaats van sterk onafhankelijk. Want hier zie je iets dat speelt met een kapitalistisch regime onder leiding van de president Chandrika Prasad Santokhi. Want in 2018 is deze president om 10:30 s'morgens thuis bij mij gekomen. En hij is om 2:00, luistert u goed, hij is om 10:30 gekomen. En hij is om 12:30 weggegaan. We hebben samen gekookt, samen gegeten, samen gedronken uit mijn eigen scheet, op mijn eigen scheeterij. En dat is mijn septic tank. We hebben rosellas gebakken, we hebben baras gebakken, we hebben lumpia's gebakken. En hij zei, wanneer de VHP aan de macht is, gaan wij dit inzetten. En vandaag aan de dag zie je dat diezelfde ministers onder zijn leiding dezelfde leugen verkondigen en zeggen, die deskundigheid is niet in Suriname. Maar even, dit is nog belangrijk, daar stop ik ermee. Deze minister van ROM heeft een consultant uit Europa aangetrokken om fecaliën te verwerken in Suriname. Weet u wat is gebeurd? U gaat schrikken. Weet u wat is gebeurd? Die mensen zijn geland op Zanderij, ze zijn direct gekomen naar mij op de boerderij. En weet u wat deze, een Belgen, zijn mensen uit België. Ja, En weet u wat, of Duitsland, Duitsland of België. Ze zeggen tegen mij, meneer Samuel Kuik, jij bent de enige
met wie wij samen dit project willen doen, omdat jij die deskundigheid hebt. En wij gaan dat ook voorstellen aan de minister van ROM. Want tot nu toe zien wij niemand die dit gaat kunnen trekken. Dan heb je deze domme man, deze domme mensen die leven, sorry hoor, deze mannen van de regering binnen, van Chan Santoki, die leven in de steentijd. Luistert u goed wat ik zeg? De regering Chandrika Prasad Santoki leeft, draait een land. Luistert u, Suriname heeft 500.000 inwoners. Dat is minder dan de stad Amsterdam, hè. De stad Amsterdam wordt geleid door een burgemeester met 650.000 inwoners. En Suriname heeft er maar 500.000 die geleid wordt door een president, vicepresident, 51 DNA-leden, kernen en noem het maar op. En toch maakt iedereen een zooitje van. Ik wil hiermee zeggen dat wij jongelui, wij intellectuelen niet leven in de steentijd. We kruipen langzaam, maar een keertje zullen wij hernieuwbare energie wel kunnen initiëren, maar niet met deze steentijdpolitici. Even een kleine correctie, meneer Kuik, Samuel Kuik. Amsterdam telt ongeveer ruim 850.000 inwoners. Ja, dan laten we het wel op. Daar is het de stad Rotterdam. Ja, Rotterdam waarschijnlijk had u het. Maar wie is bij u thuis geweest? Is het Chan geweest? Chan, de persoon Chandrika Prasad Santoki, alias Sheriff, in hoogste persoon is bij mij geweest. Ja. En u kunt gaan op mijn Facebook profiel, gaat u naar het jaar 2018, u gaat alle video's zien, u gaat alle foto's zien en belt u hem zelf en vroeg hem en vraag hem wat hij bij mij is komen doen. Ja, maar hij heeft kennis gemaakt met biotechnologie. Ziet u? Dat is het. En vandaag 2,5 jaar, nu zitten we in de tweede helft van de wedstrijd. Van de regeerperiode. Ik kan zeggen wat een verloren wedstrijd is. En we hebben niets meer vernomen. Omdat ik gewoon geen affiniteit heb met de VHP. Ik had het toen ook niet bij de NDP. En deze mannen hebben mijn bouders zo flink en kapot laten uitschelden. Maar wie heeft mij bijna 200.000 gulden gegeven? Diezelfde president Boutersen die ik voor hun heb uitgescholden. Wel. Toman Konkonino. En u kreeg alle medewerking van de voormalige minister Chiang. Stefan Chiang. Ja, en hij heeft uw project ondersteund. Maar waarom is uw project niet doorgegaan? Komt het door het huidige kabinet? Minister Stefan Chiang heeft mij gezet, omdat dat project is. Kijk, in een project heb je verschillende fasen. Ja. En je moet om succesvol te hebben, en daarom hebben vele Surinaamse bedrijven hebben geen soelaas in projecten. Omdat ze die fasen niet doorlopen. En die fasen zijn een lesson learned. Dus daar ga je moeilijkheden treffen waaruit je gaat leren om groot te worden. En de eerste fase heeft de IDB geholpen. Dat was de pilotfase, de initiële fase. Nu heeft minister Stefan Chiang meegezet in een tweede project, want zijn regeertijd die kwam was aan het eind. Oké, hij was aan het eind van zijn regeertijd, maar ik was gesluist in een ander project voor de commerciële fase. En dat was het project BNTF. Daarvan was er $600.000 toegekend aan Slimgas NV van mij, waar wij biogas... Hé, luistert u nou meneer? We zouden hier, denkt u dan, wij het niet kunnen. Ik zou auto's hier rijden vandaag op biogas, hè. De transportsector, dat praat ik over de transportsector. Ik zou studenten de gelegenheid geven. En wat doen deze ezels uit de steentijd? Zij bellen mij, toen Chan in het zadel zat, word ik gebeld door meneer Jaswant van Financiën. Hij zegt, hij is de projectmanager van het BNTF. En mijn project is 600.000, maar het kan niet zoveel zijn omdat ze ook anderen willen helpen. Ik zeg geen probleem. Anderen moeten ook de gelegenheid krijgen. Als het zo moet zijn, mag je wat geld ervan afhalen. Anomie money, maar zorg ervoor dat mijn project gedraaid kan worden. Hij zegt, we gaan het brengen naar 400.000. Twee weken daarna werd ik weer gebeld. Hij zegt, luister nou, je moet het niet meer doen in het binnenland. Waarvoor hebben de mensen het nodig in het binnenland? Je moet het niet meer doen in het oosten, in Marowijne. Als je het aan mij vraagt, moet je gaan naar Saramaka en Nikeri. Ik zeg van wel, als jullie dat zo willen bepalen, belangrijk is dat ik het doe. Wel, vandaag leven wij in februari 2023. Ik heb nooit meer iets van deze zoger gehoord.
En zo zie je hoe regeringen, hoe politici met een steentijdgedachte stelselmatig de ontwikkeling, precies dat politici regeren voor 5 jaar. Ze regeren niet voor generaties. En dat, dat maakt dit land zo kapot. Dat vernietigt dit mooie land, omdat de vooruitzichten niet worden gesteld, de blikken worden niet gericht voor een volgende generatie, maar de blikken zijn gericht op patronage, nepotisme. En dat vernietigt dit mooie land. Zij hebben me boten ze laten uitschelden. Maar die man zegt, je mag me uitschelden. Maar ik ben bezig dit land goed te maken. En ik ga jou in technologie in jou investeren. Maar die man ben ik niet kostboter. De hele dag moest ik zitten op boterse. Maar door man kon konino. Meneer Kuik. Samuel Kuik. Ja, Owen, je wilde nog iets zeggen? Ja, ik probeer meneer zo begeesterd en ik begrijp hem, want dit verhaal heb ik van zoveel ondernemers gehoord. Mijn concrete vraag is, u zei net, de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, dat is Silvano Tjaraheu? Ja. Ja, die is een stommert, ja, sorry. Nou, oké, maar als hij zegt... We hebben 3 minuten nog. We hebben geen deskundigen op dat terrein, biodiversiteit. Waar hebt u hem dan niet gelijk gecorrigeerd en gecontact? Luister dan meneer, met deze mannen is er geen kriek, rivier of zee te bezeilen. Waarom? Ik ben geen NPS'er, u moet even goed teruggaan. Toen Venetiaan aan de macht was, welke auto's reden... Welke auto's werden gekocht voor de overheid? Isuzu D-Max van meneer Fernandes toch? Een partij loyalist. Meneer Van Ravenswaai, SCMC. Dus deze regeringen werken toen een Bouterse amirali aan de macht was, Bouterse Adin. Welke auto's rijden? Ja, toch geen Toyota Hilux. Je hebt toch auto's van Weyland de Sarju. Dus het punt is, als je niet de politiek ondersteunt, ben je niet geroepen om die intrinsieke bijdrage te leveren. Men wil niets daarvan horen. Iedereen wil een jang maken. Uiteindelijk moeten we daarvan afstappen. En zeggen van, jongens, we moeten gaan richting de volgende generatie. De tijd klikt, de tijd wacht niet op ons. Dit land is een mooi land die wij kunnen opbouwen. Maar ik kan het u nu al zeggen, als dit zo doorgaat, is dit land onherroepelijk niet meer te herstellen. Verloren. Ja. Het is een verloren land. We stoppen nu. Hè. Ja. Ja, oké. Okay. Meneer Samuel Kuik, dank u wel. Dank u wel voor het interview. Maar ten aanzien van de woningbouw, ik heb uit mijn eigen geld een woning daar neergezet. En dan heb je deze landverraders en landvernietigers die mij opbellen. U moet eender weten, elke president heeft de inner cirkel. De president belt niet persoonlijk met ondernemers, want hij weet dat hij daar problemen van gaat krijgen. Dus hij heeft de inner cirkel. Zo is het bij Bouterse Amirali, Bouterse Adin, zo was het ook bij Finitiaan, zo is het ook bij Chandrika Prasad Santokhi. Je hebt de inner cirkel. Die inner cirkel zijn tentakels die zitten op het kabinet en in het partijcentrum. En die maken contact met jou. En deze stommer, deze ezels bellen mij op en zeggen mij, luister naar Slimmy, hoe zou ons om je van Mafu zijn de Yukara-prijs? Want Ubo Mikibo 2000 ofzo. Maar jullie moeten weten de prijs. Want also Unio kan seren 15.000 gilati. In seren 30.000. En atra 15.000 in stort die Unu. Waarmee ben je nou bezig, meneer? Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal om dit land op te bouwen. Weet u hoeveel mensen mij elke dag bellen en niet in een woning kunnen? En ze uit de woning moeten omdat ze niet kunnen betalen. Dus ik wil u in de nationale aangeven. Die tentakels van deze regering zijn zo... In het Engels zou men zeggen, it's very destructive, is desastreus voor de volgende generatie. En dan heb je deze inner cirkel die zegt, je moet dit doen, je moet dat doen, anders kom je niet te aanmerken. En ze hebben me gebeld en zeggen, luister nou, abio ga story no, ino manduere, omdat ik geen VHP'er ben. En zolang men niet kan verdienen op jou, word je uitgeschakeld. Maar, ik zeg één ding. Meneer Samuel Kuik, we moeten helaas afronden. We gaan u ongetwijfeld weer uitnodigen, want uw ideeën op het gebied van biotechnologie, huizenbouw en andere, en opkomen voor het gewone volk en noem maar op, het spreekt velen van ons aan. En we nodigen u binnenkort ook weer uit voor een interview. Dan gaan we wat langer stilstaan bij de ontwikkelingen.
Ik wil iedereen bedanken en ik wil afsluiten met het volgende. Het volkslied van Suriname roept ons op. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waarde. Heren libitena dede, visa feti gisranang. En het stenen tijdperk is voorbij, niet door gebrek aan stenen. De oude politiek zal eindigen, niet door gebrek aan politici. Dank u en een fijne avond. Dank u wel, meneer Samuel Kuik, voor het interview. Luisteraars, dit was een interview met de heer Samuel Kuik, een creatieve ondernemer die hele goede ideeën heeft en op het gebied van de biotechnologie en de huizenbouw. En we zullen hem binnenkort ook weer uitnodigen voor een vervolggesprek, zodat hij hier verder over kan vertellen en met ons van gedachten hierover kan wisselen. Ik vind het een heel mooi verhaal. Maar ik heb ook het een en ander van hem bekeken. Dus ik weet dat hij heel goed bezig is. En ik vind het jammer dat dat project dat eerder gestart is onder de vorige regering niet gecontinueerd is onder de huidige regering. Omdat er smeergeld, tekinjang en al dat soort zaken allemaal een rol speelden. Want deze ondernemer is heel oprecht en begaan met het lot van de Surinamers en van het land Suriname. Maar dat was die van de Berg ook, van de Dokse Club? Ja, dat klopt. Ja, ook daar is de man uitgeweken naar Guyana en heeft hij daar zijn plannen verder vormgegeven. En dat is eigenlijk heel jammer, want het komt erop neer dat ondernemers, creatieve ondernemers, die de know-how hebben, noodgedwongen soms het land moeten verlaten. Ja, als je niet meedoet. Ja, dat klopt. Het is triest. Het is triest, maar we gaan hem binnenkort weer uitnodigen. Want ik denk dat we meer van dit soort mensen nodig hebben in Suriname.